Ik ben Aukje de Vries en ik ben voorzitter van de Vaste Kamercommissie Defensie. Het is belangrijk dat er een aparte commissie Defensie is, omdat het om heel veel mensen en personeel wat werkzaam is bij de Nederlandse krijgsmacht gaat. Er worden ook forse investeringen gedaan in materieel, dus vliegtuigen, onderzeeboten. En ik denk dat het ook belangrijk is als steun voor onze militairen, die we toch vaak in gevaarlijke situaties inzetten in het buitenland. En dat vraagt ook wel om een specifieke commissie. Als voorzitter van deze commissie zit ik natuurlijk de commissievergaderingen voor, de procedurevergaderingen. Dan kan het over allerlei onderwerpen gaan. We hebben het vaak over bijvoorbeeld personeel. Wat is er nodig voor de mensen die in dienst zijn bij de Nederlandse krijgsmacht? Hoe zorgen we ook bijvoorbeeld dat de nazorg geregeld is, of dat goed is? Of we goed omgaan met de veteranen van de Nederlandse krijgsmacht? Dus dat zijn allemaal onderwerpen waarover gedebatteerd wordt door de Tweede Kamer. Maar deze commissie gaat ook vaak op werkbezoek naar onderdelen van de krijgsmacht. En daar geef ik dan ook leiding aan en ga ik gezamenlijk met de Kamerleden naartoe. Het is belangrijk dat wij werkbezoeken doen om te weten wat er leeft bij de militairen, waar ze tegenaan lopen. We merken dat ook aan de militairen. Wat je dan terugkrijgt is dat ze belangrijk vinden dat er interesse is. Het is een belangrijke taak die ze doen. Ook een gevaarlijke taak soms. En ik denk dat het ook goed is voor de Kamerleden om te weten tegen welke problemen zij eraan lopen, wat voor werk ze daar precies doen, zodat ze dat ook mee kunnen nemen in debatten die ze in de Tweede Kamer hebben. Ik denk dat ook een van de positieve dingen die de Vaste Kamercommissie Defensie doet, is bijvoorbeeld ook elk jaar bezoek brengen aan de Veteranendag die in Den Haag plaatsvindt. Dat toont ook de betrokkenheid van de Kamerleden bij het werk van Defensie. En ik denk dat dat heel belangrijk is voor onze militairen.